schoolexamen 1 2012-2013 van HAVO 5. Het onderwerp is radioactiviteit. Opdracht 1 van het schoolexamen gaat over de kernramp in Fukushima. En de vraag daarbij is, hoe kun je een kerncentrale stilleggen? Wat moet je doen om de reacties die plaatsvinden in de kerncentrale te stoppen? Je moet duidelijk uitleggen hoe je die noodstop kunt uitvoeren, wordt in de vraag gezegd. Benoem het onderdeel en leg uit eigenlijk hoe het onderdeel werkt. Het onderdeel waar we het over hebben zijn de regelstaven. Met de regelstaven kun je aangeven of kun je sturen hoeveel neutronen er overblijven om een nieuwe reactie aan te gaan. Op het moment dat het aantal neutronen dat van een reactie afkomt groter dan 1 wordt, kun je meer dan 1 nieuwe reactie laten plaatsvinden met 1 oude reactie. Dan krijg je een kettingreactie en dan krijg je steeds meer reacties per seconde en dan zal het vermogen toenemen. Je wilt juist de andere kant op, dus je moet de regelstaven dieper het reactorvat inbrengen, waardoor ze meer neutronen wegvangen. En officieel zeg je dan dat de K-waarde kleiner dan 1 moet zijn. Dus je moet minder dan 1 neutron overhouden om een nieuwe reactie aan te gaan. Als dat gebeurt, zal in de loop van de tijd zal het vermogen van de kerncentrale zal afnemen, want het aantal reacties, aantal kernreacties wordt minder. Volgende opdracht is opdracht 4, want opdracht 2 en 3 slaan we over, want die gaan niet over het onderwerp radioactiviteit, maar die gaan over het onderwerp warmte. In opdracht 4 wordt gevraagd, bereken de activiteit van brandstofstaven. En daarbij is het een en ander gegeven, namelijk dat er 193 mega-elektronvolt energie vrijkomt per brandstofstaaf. En er is een tweede gegeven, hij staat hier wel met een dikke streep door, maar die gaan we wel gebruiken, dat de energieproductie, de warmteproductie, nog 332 kilowatt bedroeg. Per splijting komt er dus energie vrij. En we weten ook hoeveel energie we per seconde nodig hebben, want watt is niks anders dan joule per seconde. En met die twee gegevens kunnen we ook het aantal deeltjes uitrekenen die we per seconde nodig hebben. Het enige wat we nog wel even van tevoren moeten doen is uitrekenen hoeveel joule komt er nu per reactie vrij. En dat kan vrij eenvoudig, want dan kunnen we zeggen dat die 193 mega-elektronvolt, die kun je redelijk eenvoudig omrekenen naar joules, want 1 mega-elektronvolt is 1,602 maal 10 macht min 13 joule, Binas tabel 25. En per splijting zal er dus 193 keer zoveel energie vrijkomen, en dat is gelijk aan 3,09 maal 10 tot de macht min 11 joule. Per reactie. Nu weten we dat we 332 kilojoule per seconde nodig hebben. 332 maal 10 tot de macht 3 joule per seconde hebben we nodig. Per reactie komt er dit vrij. 3,09 maal 10 tot de macht min 11 joule. Als we die op elkaar delen, dan weten we hoeveel reacties we nodig hebben om die hoeveelheid energie te krijgen. En dat is gelijk aan 1,07 maal 10 tot de macht 16 deeltjes per seconde, splijtingen per seconde, en dat heet dan ook wel becquerel. Opdracht 5. Opdracht 5 gaat over de kernreactie zelf. Wanneer uranium wordt beschoten met neutronen, dan kan die uit elkaar vallen in 2 delen. Hierbij heb je verschillende mogelijkheden. Een van die mogelijkheden wordt gegeven, en dat is namelijk dat er ontstaat de stof barium, 143... een onbekende stof en 3 neutronen. En natuurlijk energie. De vraag is, welke stof is die onbekende stof? En om dat op te lossen, moeten we gewoon heel netjes de vervalvergelijking invullen en links en rechts zorgen dat boven en onder alle getalletjes aan elkaar gelijk zijn. Nou, laten we eerst met het eerste beginnen. We hebben uranium. De massa is gegeven, 235. Moet je natuurlijk even opzoeken in de BINAS. Dan blijkt uranium 92 protonen te hebben in de kern. Dus het atoomnummer is 92. Een neutron heeft een massa van 1 en een lading van 0. De onbekende laat ik even
Onbekend. We gaan even verder kijken. Barium. Daarvan is de massa ook gegeven. 143. Dan zoeken we even op in de BINAS wat het atoomnummer is van barium. Dat is 56. Er komen 3 neutronen vrij. 3 keer 1 neutron. En energie komt er vrij, maar daar hoeven we natuurlijk niks mee te doen. Want energie heeft geen massa en het heeft ook geen lading. Wat we nu moeten doen is 2 dingetjes. Zorgen dat boven, links en rechts van de pijl, hetzelfde getalletje staat. En onder. Want er moet zowel gelden dat er geen deeltjes verloren gaan, als dat er ook geen lading verloren gaat. De deeltjes, dat is de bovenste, dat zijn de bovenste getalletjes die dat aangeven. En de hoeveelheid lading, dat zijn de onderste getalletjes. Nou, als we kijken, dan zullen we zien dat dit samen is 236, 235 plus 1. Dan moet dit ook samen 236 zijn. Dit is 143, dit is 3 keer 1. Niet vergeten dat hier een drietje staan, dus samen 146. In totaal moet het 236 zijn. Dan moet onze onbekende stof 90 deeltjes in de kern hebben. Een massagetal van 90 hebben. Onder hebben we in totaal 92. Dan moet er hier ook in totaal 92 staan. Ik heb er al 56. Neutronen hebben geen lading. Dus dan moet de onbekende stof 36 protonen in zijn kern hebben. Het enige wat je nou nog moet doen is even opzoeken welk stof het is. Element nummer 36, dat schijnt krypton te zijn. En dan hebben we onze onbekende stof. Krypton 90 is de isotoop die naast barium ook geproduceerd wordt. Opdracht 6. Een andere mogelijke splijtingsreactie wordt gegeven, waarbij uranium onder beschieting van neutronen vervalt tot krypton 92 en barium 142. En 2 neutronen. Laten we eerst gaan kijken naar de vraag. We moeten iets aantonen, dat is makkelijk, want het wil zeggen dat we het antwoord van de vraag krijgen. Toon aan dat er 179 mega-elektronvolt aan energie vrijkomt bij deze kernsplijting. Nou, om dat te gaan doen, moeten we dus gaan kijken of er massa verloren is gegaan. En waarschijnlijk is dat ook wel zo, dat er massa verloren is gegaan. En als we weten hoeveel massa dat is, kunnen we dan ook aantonen dat dat overeenkomt met een hoeveelheid energie van 179 mega-elektronvolt. Nou, dan moeten we eventjes netjes gaan boekhouden eigenlijk. We moeten de massa's gaan opzoeken. Mazzel is dat de massa van de twee isotopen na de streep, zowel krypton als barium, die zijn al gegeven. Dus het enige wat we in de BINAS moeten opzoeken is de massa van uranium en de massa van neutronen. Nou, wat ik nu meteen doe, om voor mezelf simpel te maken, ik kan links en rechts van de streep de massa van een neutron tegen elkaar wegstrepen. Dan hou ik er rechts van de streep hou ik nog 1 neutron over. En links van de streep is die weggevallen. Uranium 235, die kan ik opzoeken. De massa daarvan is gelijk aan, nou, dan moet je tabel 25 even bekijken, is gelijk aan 235, 04393. Neem alle getalletjes mee, want die zijn echt van belang bij deze opgave. En dat is eigenlijk de enige massa die ik links van de pijl heb. De massa rechts van de pijl, de totaalmassa, dat is de massa opgeteld van krypton 92 plus barium 142 plus de massa van 1 neutron. Als ik dat bij elkaar optel, moet je even de massa van een neutron opzoeken, dan zal ik een getalletje krijgen die minder is dan die 235. Het verschil, nou, dit kun je dan zelf al uitrekenen, want je kunt meteen controleren of je het goed hebt gedaan. Het verschil tussen die twee totaalmassa's moet zijn 0,19266 maal de massa van 1 unit, van 1 standaardmassa. Nu moeten we alleen nog even omrekenen naar mega-elektronvolt. Dat kan op twee manieren. Het meest eenvoudige is dat je uitgaat van de BINAS-waarde, waarbij je kunt opzoeken hoeveel energie er overeenkomt met 1 uurtje. En dat kun je dan vinden in tabel 7.
En dat blijkt 931,49 mega elektronvolt te zijn. Dus 1 U is 931,49 mega elektronvolt. Maar ik heb niet 1 U, maar ik heb 0,19 en een beetje. Dus dan moet ik dat met elkaar vermenigvuldigen. 0,19266. En wat schetst mijn verbazing? Dat komt uit 179 mega elektronvolt. En ik heb aangetoond wat ik moest aantonen. Dit moest ik aantonen. En ik heb dus mijn vraag beantwoord.